AGRA is niet een leerconcept, is een streven om het meest ideale leren voor kinderen toe te passen. En dat is een zoektocht die wij al 14 jaar doen. En 14 jaar geleden mocht ik een nieuwe school bouwen met twee andere directeuren. En toen hebben we gezegd, dat gaan we doen. Maar wie we niet moeten vragen hoe een school eruit ziet, dat zijn leraren, want dan wordt het weer niks. Dus toen hebben we een school gebouwd zonder leraren te vragen. En toen de school helemaal klaar was en definitief ontwerp, hebben we tegen de architect gezegd, maak daar een 3D-animatie van. En toen hebben we gezegd, jullie kunnen komen kijken, de school is klaar. En zo hebben wij dat gedaan. En toen hebben we de school gebouwd, dat duurde 14 maanden. En in 2007 zijn we in dat schoolgebouw binnengetrokken, waar we geen klaslokalen meer hadden en een hele hoop heilige huisjes hadden verbrand. En toen we daar 3 dagen bezig waren, was er geen leraar meer die nog wat anders wilde. En dat is het verhaal van IKEA, wat 8 jaar geleden, 9 jaar geleden is begonnen. En nu hebben we AGRA en dat is een denken over leren wat gebaseerd is op het gezonde boerenverstand, de intuïtie van de docent en de wetenschappelijke merites. Ik heb goed nieuws. Er is een site, daar kun je invoeren. Het beroep dat je hebt en dan kun je zien of jouw beroep nog bestaat over 15 jaar. En als je dan leraar invult, dan krijg je als uitkomst de kans dat jouw beroep bestaat is 99%. Dus dat is het goede nieuws. En de maatschappelijke status van de leraar wordt heel hoog. Dat is ook goed nieuws. En de salariering die daarbij hoort is dienovereenkomstig ook heel hoog. Dus dat is ook heel gunstig. Maar die leraar, dat zijn we toch sukkels. Dat is onvoorstelbaar. Want die leraren, de individuele leraren is zijn gewicht in goud waard, maar het collectief is de groep van mensen die een systeem in stand houdt, waarbij iedereen die zijn verstand gebruikt tot de conclusie komt, wat zijn we toch een stelletje, zal het woord hier niet hardop zeggen. En die mensen die in het onderwijs zitten, dat zijn allemaal hoogopgeleide mensen, die weten waar onderwijs voor is. En hoe weten ze dat? Omdat ze namelijk allemaal dezelfde taal spreken, maar dat is onzin, maar er is niemand die zegt dat het onzin is wat ze zeggen, dus ze geloven dat ze gelijk hebben. Dus ze blijven in een cirkeltje dezelfde onzin taal spreken. En dat zou tot een tunnelvisie kunnen leiden, maar een tunnelvisie heeft het voordeel dat er licht is aan het einde van een tunnel. En het onderwijs is geen licht aan het einde van een tunnel. In het onderwijs is een gesloten cocon met daaromheen een betonnen cocon met een loodomhulsel met daarbinnen hoogopgeleide mensen die onzintaal spreken, maar niemand weet dat het onzin is, dus blijven ze die taal spreken. Dus die leraar, als je zegt je mag doen met die kinderen wat je wilt, zorg dat die kinderen goed worden, maar je krijgt geen boeken, je krijgt geen methodes, nou, helemaal een paniek. Want de leraar die wilde dat keurslijf hebben en dat keurslijf leidt ertoe dat ze ook zo uitzien. Dus de gemiddelde leraar gaat met pensioen als hij 40 jaar is. En dan moet hij nog 25 jaar, althans in Nederland. En dat komt omdat hij weet dan wat hij moet doen. En dan draait hij op routine. En dan blijft dat zomaar doorgaan. En wij hebben leraren die gezegd hebben, we gaan het anders doen. We nemen die professionele vrijheid, waardoor het wel mooie kippen worden. En dat betekent dus dat je moet veel harder werken, want je hebt veel meer ruimte. Maar als je harder gaat werken, is ook veel fysieker, maar de arbeidsvoldoening van die mensen is vele malen hoger. Dus het nieuwe model wat ik jullie ga voorhouden, zorgt ervoor dat je en meer geld krijgt, hoge maatschappelijke status, moet harder werken, maar meer arbeidssatisfactie. Dat is het aanbod. Wat wij gedaan hebben in die 14 jaar onderwijskundige vernieuwing, is met 3 middelen kijken naar het onderwijs. En dat zou ik jullie allen aanraden, om dat liefst via Socratische weg, hè? Dus dat je zonder waardeoordeel, met het verstand wat jullie allemaal hebben, eens gaat kijken, wat doen wij nou met die kinderen en hoe moet dat nou in de praktijk? En daar doe je eerst je gezonde boerenverstand voor gebruiken. Jongens zijn anders dan meisjes. Daar kun je met leuke spelletjes ook achterkomen, maar je kunt ook zorgen dat de approach naar dat meisje toe of naar die jongen toe verschillend is. Ik heb zelf 2 kinderen, die heb ik volwassen gekregen. Mijn dochter is vandaag 25 geworden. En die
het is me gelukt samen met mijn vrouw om die volwassen te laten worden. Die hebben hetzelfde DNA, de chromosomen verschillen, vandaar een jongetje en een meisje, maar ze zijn totaal verschillend. Mocht u nu twee meisjes hebben, dan heeft u waarschijnlijk twee recepten om die groot te brengen. Heb je zeven kinderen, dan heeft u zeven recepten. Mijn moeder had er 11. Die had dus 11 recepten om kinderen groot te brengen. En het gezonde boerenverstand zegt ook dat het slecht is om kinderen bij elkaar te zetten van leeftijd. Het zegt het kinderen in homogene setting van cognitie bij elkaar te zetten. Dat zijn allemaal hele slechte zaken die we in onderwijs in Nederland althans heel strikt hanteren, waarvan het aantoonbaar slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. Dus het gezonde boerenverstand zegt dat we dat anders moeten doen. Het tweede is de onderwijskundige intuïtie. Intuïtie is een ander woord voor zeker weten. Als je een goede docent bent, dan komt een kind binnen, je ziet in de ogen, daar is iets mee. Dan zeg je, wat is er met jou? Vandaag is er met jou wat. En dan zegt zo'n leerling, er is niets. Nou, dan weet je zeker dat er wat is. Die intuïtie is net de kracht en de kwaliteit die docenten groot maakt en tot datgene maakt waarom ze onmisbaar zijn, ook over 15 jaar. Dat is nou net de kracht. Die moeten we inzetten. De collectieve intuïtie van de docenten, een team wat een kind holistisch benadert en zegt, we hebben nou met deze leerling te maken, wat heeft die leerling nodig? Als ze zich echt betrokken voelen bij dat kind, maken ze nooit een fout. Ze maken misschien nog wel eens een fout, maar dan wordt er weer gecorrigeerd. Iemand anders zegt, moet je toch met dat jongetje anders doen, want papa zuipt en slaat mama. Dus die moet je iets anders benaderen. En als je dat dan samen doet, maak je nooit een fout. Dus je moet alleen maar werken in teams die samenwerken en die elkaar feedback geven. En dat doe je samen met de ouders. Dan kan het nooit fout, want wij zijn allemaal hoog opgeleid. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid van het kind. Dus waar het nooit aan kan liggen als een kind niet slaagt, bijvoorbeeld voor zijn diploma, is aan het kind. Het kind is nooit, heeft daar ook helemaal geen bepalende rol in. Dus kinderen worden nu, krijgen te horen van, ja, ik heb je nou al 3 keer gevraagd om dat werkstuk in te leveren, we zijn nu 14 dagen verder, ik heb het nou nog niet, dan krijg je een 1. Nou, die leraar moet natuurlijk acuut ontslagen worden. Maar het is dus tijd voor een ethische discussie in het onderwijs. En toen wij 14 jaar geleden begonnen met die 3 tools, want de laatste was de wetenschappelijke merites, ik heb hem nu weggeklikt. Want naast die intuïtie van een docent en het gezonde boerenverstand is ook datgene wat we weten, hoe ontwikkelen kinderen zich en wat gaan we dan doen? Als je dat combineert, hou je niets van het huidige model over. Dus wij vinden dat er tijdens voor een ethische discussie over het onderwijs van, mogen we dit wel doen? Er zijn echt kinderen, ik ken er meerdere, die het traditionele onderwijs ervaren als een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling. Die daar doodongelukkig zijn. En dat kun je ook niet altijd, er zijn heel veel omstandigheden waarom dat ze dat zijn, maar we hoeven daar niet op in te spelen, want we moeten zorgen dat die kinderen slim worden. Gelukkig is een bijzaak. En wat wij dus vinden, je hebt dus niets meer nodig van wat we school noemen. Het enige wat we nodig hebben, nadat we die exercitie hebben gedaan van met het gezonde boerenverstand, de intuïtie en de wetenschap, is dat onderwijs voorbereid op de toekomst, dat we dat moeten doen in kinderen, met kinderen in een sociale context, dus die kinderen moeten elkaar ontmoeten, en elk kind wil goed worden. Er is geen kind wat niet goed wil worden. Dus er is geen motivatiegebrek. Moet je eens in het huidige onderwijs kijken. Als er dus een motivatiegebrek is, betekent dat het model voor de kinderen dat ervaren als iets wat niet bijdraagt tot hun ontwikkeling. Vandaar dat hun motivatie steeds lager wordt. En die leraar heeft 3 koffers. Dat is de bagage. Ik heb het nou over de leraar 2.0. Voor de economie 4.0. Die leraar, die heeft 3 koffers. In 1 koffer is een gouden koffer. Nee, een diamanten koffer. Dat zit in een groot hart voor kinderen. Het absoluut vertrouwen in de kwaliteit van kinderen. Elk kind kan goed worden. Elk kind kan in de universiteit als zijn leervoorwaarden worden geoptimaliseerd. Elk kind kan in de universiteit als zijn leervoorwaarden worden geoptimaliseerd. 70% van de output van het individu wordt bepaald met datgene wat hij in zijn leven tegenkomt. Een heel mooi voorbeeld is in de film Alphabet, Pablo Pineda, die doctorandus in de psychologie is afgestudeerd aan de Universiteit van Malaga, die het syndroom van Down heeft. Dus iedereen kan leren. Dat is de
Dat zit in die diamantenkoffer, die overtuiging. In de gouden koffer zit het inzicht in hoe leerprocessen van kinderen verlopen. Hij weet hoe die kinderen krijgt tot enthousiast leren en dat de kinderen zeggen, wauw, wat is die wereld chic, daar wil ik nog meer van weten. Dat is het leerprocesgedeelte. En dan heeft hij nog een derde koffer, dat is een lode koffer. En dat lode koffer is hoog radioactief, vandaar dat het van lood is. En dan moet je heel voorzichtig moet je die koffer openmaken. Wanneer je die eerste twee koffers ervoor gezorgd hebt dat het leerproces van die kinderen op de turbo staat. Meneer, ik ben klaar, ik wil de wereld veroveren. Wauw! Dan mag je voorzichtig die lode koffer openmaken met het hoog radioactieve spul wat erin zit. En het hoog radioactieve spul werkt als een virus, kan ook enorm besmetten. Dat is kennis. En die kennis is het middel om te zorgen dat je, die moet je voorzichtig onder laboratoriumomstandigheden toevoegen aan die twee andere koffers. Dan krijg je een gigantische energie. Die leidt tot een enorme hoge output van kennis. Begin je echter met kennis, nou we gaan jullie Frans leren. Je maakt je lode koffer open, vandaag voor woordjes leren, volgende week proefwerk. Dan worden al die kinderen geïnfecteerd en gaan hun leerprestaties zo omlaag. Behalve die paar kinderen die om kunnen gaan met die kennis. Met die manier van kennisoverdracht. Dat zijn meestal kinderen die het ofwel goed doen, of die geconditioneerd zijn omdat papa en mama heeft gezegd, luister nou maar goed wat de leraar zegt. Maar die high potentials, die eigen wil hebben, die halen het niet. En als je dan nou jongen bent, haal je het helemaal niet. Want die jongens zetten we bij meisjes, terwijl de meisjes neurologisch 2 jaar een voorsprong hebben. Die conditionering is zo ernstig dat we dat niet los kunnen laten. Die conditionering bepaalt waarom dat we niet tot verandering komen in het onderwijs. De tweede is de angst. We durven niet los te laten. En dat zit in de biologie van zelfs het zoogdier. Als je angst voor iets hebt, als ik bij ons thuis de stofzuiger aangaat, rennen mijn katten allebei weg, want die zijn wat slecht opgevoed in de eerste weken van hun geboorte, omdat we die ergens uit een duivenhok hadden gehaald. Met het feit dat ze nu 12 jaar zijn, nog steeds bang zijn voor de stofzuiger. Alles wat je niet kent, heb je angst voor. Maar het nieuwe model kennen we niet, dus daar hebben we angst voor. En we ontlenen onze existentie aan ons wiskundeknobbeltje. Dus diegene die denkt dat hij dat moet gaan doen, die komt in existentiële nood. Met als gevolg dat die leraren zeggen, daar willen we niet aan toe, want dat is onzin wat die drummen zijn. En je hoeft helemaal niet bang te zijn als je klaar bent voor de stormen die gaan komen. Ik hoorde ergens een leuke uitspraak die zegt, als de onderwijskundige stormen van onderwijskundige vernieuwing gaan opsteken, heb je 2 soorten mensen. Mensen die schuilkelders bouwen en mensen die windmolens bouwen. En volgens mij is het laatste effectiever. En de kinderen die in Nederland nu naar de basisschool gaan, met 4-jarige leeftijd, komen in 2035 op het arbeidszame leven, dan zijn ze 25. En over 10 jaar is de wereld completely beyond imagination. Over 10 jaar. Nu hebben we het over 19 jaar. Daar bereiden we die kinderen op voor. Professor Taleb van de Universiteit van Massachusetts, die zegt, de irrelevantie van de kennis van vandaag om de toekomst te kunnen hanteren wordt op uurniveau groter. Maar we investeren alleen maar in die oude kennis. Dus wat we kinderen moeten leren is vastberaden de onzekerheid van morgen te omhelzen. Dat is het enige doel van het onderwijs. Waarbij we dat doen in een sociale context met hooggemotiveerde kinderen. En we zorgen dat kinderen goed worden tot ze tot het maximum van zelfontplooiing komen. Dan is hartstikke goed voor het human capital van België, als we het zo zouden doen. En nu is er een enorme waste of human capital. En als er waste is, heb je te maken met een onduurzame situatie. Terwijl we als we het over duurzaam hebben, dan hebben we het altijd over energie en zo. Maar het belangrijkste, het meest duurzame wat we zouden kunnen doen, is het maximale uit het potentieel van onze mensen halen. Lijkt mij tenminste. Dus we zeggen, maak elk kind ADHD'er. Autodidact, helemaal digitaal. Kinderen maken ze bewust dat ze zelf eigenaar kunnen worden van hun eigen ontwikkeling. En helpen ze daarbij. En dus moet je naar een systeem wat volledig gepersonaliseerd is. En gepersonaliseerd betekent elk kind zijn eigen leerroute. Heb je 2000 kinderen op een school, 2000 verschillende leerroutes. Heb je er 3000, 3000. Mijn moeder had er 11, 11. Thuis doe je dat wel, maar hier doen we dat niet. Want die leerlingen zijn namelijk slimme vlinders, dat is de parabel van het gepersonaliseerd leren.
leerlingen, ze hebben al de slag gemaakt naar die nieuwe wereld. En de leraren hebben die slag nog niet gemaakt. Dat zijn nog rupsen. Maar dat zijn wel wijze rupsen. Dus wat gepersonaliseerd leren betekent, dat de wijze rups weet dat je niet weet wat de vlinder nodig heeft. Dus wat doet hij? Hij vraagt het de vlinder. Wat heb jij nodig? Dan zegt de vlinder, ik wil daar naar die bloemen, want die ruiken zo mooi, die zien zo mooi uit. En dan zegt de rups, hartstikke goed reisdoel, dat gaan we doen. Maar ik ruik wat langer op deze aardkloot rond en ik weet dat daar waar die mooie bloemen zijn, dat er insectenetende vogels zitten, die eten rupsen, maar die eten ook vlinders. Dus we moeten even een plan maken hoe jij daar komt. Dus de route naar het reisdoel wordt bepaald door de wijze rups, door de leraar. Het reisdoel bepaalt de leerling. Dat is gepersonaliseerd leren. En dat betekent dat gaande het traject, want Confucius zei al, de reis is het doel, want daar leer je. En als die leerling op weg gaat, wil hij naar die bloemen toe, maar gaande het traject ontwikkelen zich andere dingen. Hij komt waarschijnlijk niet bij die bloemen, want door voortschrijdend inzicht pakt hij een hele andere weg. Dat is wat we agile learning noemen. En je mag ook vlinderleraar worden. Dan ga je gewoon in de popfase en dan ga je zeggen, ik word vlinderleraar. En ik had het voorrecht om de Dalai Lama te ontmoeten, 2 jaar geleden. En ik had hem gezegd, dit is het curriculum van onze school. We hebben geen schoolvakken meer, we hebben geen schoolboeken meer, we hebben geen huiswerk meer. Kinderen krijgen gegarandeerd een diploma en volledig gepersonaliseerd en elk kind doet zijn eigen ding. En alle niveaus bij elkaar. En dat doen ze gewoon door de wereld te onderzoeken. En toen had ik hem dat zo verteld en toen zei hij tegen Ruud Lubbers, die zie je daar in het donker zitten, maar dat hebben we gedaan om het esthetisch gehalte van het plaatje hoog te houden. Onze oude minister-president, toen zegt hij, Ruud, jij en ik, wij zijn oude zakken, maar die kinderen die daar zitten, dat zijn, en zijn Engels goed tekort, want hij spreekt ontzettend slecht Engels, dat viel mij erg tegen van de Dalai Lama. Maar toen zegt hij, en die kinderen daar, die zijn, en hij wist niet hoe die, het alternatief van oude zakken, die kinderen die zijn zo. En ik vond dat wel wat vlinderachtig hebben, moet ik zeggen.